geweest in de buitenlandse politiek. En ik schaam me dat Nederland die oorlogen gesteund heeft. Dank meneer Baudet. En dan geef ik tot slot nog het woord aan mevrouw Van der Plassen, BBB. En daarna gaan we schorsen voor het diner. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Terug naar de realiteit, zou ik zeggen. Voorzitter, er wordt een jaarlijkse pleister ter waarde van 2 miljard euro geplakt om het aantal mensen in armoede niet te laten stijgen. Terwijl we volgend jaar 4 miljard uitgeven aan asiel en migratie. Terwijl de potten van 28 miljard euro zijn voor klimaat en 24 miljard voor stikstofreductie. 28 miljard voor klimaatmaatregelen die moeten regelen dat Nederland ervoor zorgt dat de aarde 0,000036 graden, 36 graden, minder opwarmt. 24 miljard voor maatregelen waarmee onder andere boeren worden uitgekocht om stikstof te reduceren. Terwijl uit onderzoek van onder andere de Universiteit van Amsterdam blijkt dat het grootste deel van de ammoniak in de lucht verdwijnt en niet duidelijk is waar het neerslaat. Tientallen miljarden worden uitgestrooid terwijl 1 miljoen Nederlanders in armoede leven, onder wie veel ouderen. Terwijl honderdduizenden mensen geen zorg kunnen krijgen. Terwijl de wachtlijsten in de GGZ niet worden opgelost. Terwijl buslijnen in de regio's worden geschrapt als er al bussen rijden. Terwijl er een enorm lerarentekort is. En dit terwijl voorzieningen op platteland en in de buitenwijken achter elkaar verdwijnen. Voorzieningen zoals de BIEB. Gisteren hoorden we in de Goed Nieuws Show dat de bibliotheken weer teruggebracht worden in de dorpen en wijken. Fantastisch, echt. Wat is het kabinet fantastisch bezig. Voorzitter, die bibliotheken hadden nooit mogen verdwijnen. Die bibliotheken, die buslijnen zijn verdwenen onder 4 kabinetten Rutte. Omdat er niet geïnvesteerd werd in de regio's. En ook nu zien we weinig terug in de miljoenennota over de regio's. Het woord regio staat er 18 keer genoemd in de 125 pagina's. Waarvan 3 keer als voetnoot, 1 keer om een afkorting te duiden, 1 keer onder het kopje energie en 2 keer vervat in het woord regionale. Dus het woord regio staat er eigenlijk maar een kleine 10 keer. En daar blijft het ook bij. In de rapportage Elke regio telt wordt door 3 adviesraden geconcludeerd dat niet elke regio profiteert van een doorcijpeleffect van de investeringen door de overheid. En dat dit soms leidt tot grote onwenselijke verschillen. En hierdoor ontstaan regionale, niet te rechtvaardige achterstanden. De adviesraden concluderen dat het Rijk niet de juiste keuzes maakt. De adviesraden adviseren het Rijk 3 dingen. 1. Herijk de reguliere beleids- en investeringslogica van het Rijk. 2. Investeer in langjarige en substantiële programma's voor regionale ontwikkeling. En 3. Werk aan een vitale relatie tussen regio's en Rijksoverheid. Voorzitter, mijn vraag is: waar zijn deze 3 adviezen verwerkt in de nieuwe begrotingen van de Rijksoverheid? Ik ga een voorbeeld noemen. In de regio Parkstad, Heerlen, Kerkrade en omgeving wordt al jaren keihard gewerkt aan het versterken van de regionale economie. Vooral met een oog op de buurgemeente Aken. En incidenteel wordt deze regio ondersteund door het Rijk. En helaas staat de Parkstadregio vaak bovenaan op de verkeerde lijstjes. Veiligheid, armoede, woningwaarde, inkomen, gezondheid, etc. Daarnaast zoekt deze regio verbinding met sectorale middelen vanuit het Rijk. Maar die pakken niet altijd goed uit voor de regio Parkstad. En daar geef ik ook een paar voorbeelden van. Het ministerie van OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde een bedrag van ruim 560.000 euro beschikbaar aan scholen daar om extra activiteit voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en schooldagen te verrijken. En dat is natuurlijk fantastisch, maar er zijn ook criteria. Er is namelijk een A-lijst en een B-lijst. Er is ruim 300 miljoen beschikbaar voor scholen uit de A-lijst. En dit zijn scholen met een relatief 5% hoogste onderwijsachterstandscores in het basis- of voortgezet onderwijs. Of relatief hoogste aantal leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond in het speciaal basisonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. En de B-lijst maakt het mogelijk dat zogenaamde voorlopers en doorgroeiers een aanvraag indienen. En door met name die criteria, slechts 5% van de hoogste schoolachterstandscores, vallen heel veel scholen in de regio Parkstad-Limburg buiten die aanlijst.
En dit is helaas een mooi voorbeeld van hoe de bestaande beleids- en investeringslogica van het Rijk uitpakt. Een ander voorbeeld is de politiecapaciteit. Door een herverdeling binnen Limburg zijn Heerlen en de gemeente in Parkstad zwaar geraakt. De formatie in bijvoorbeeld Heerlen is op papier teruggebracht van 186 naar 153 voltijds arbeidsplaatsen. Maar vanwege zaken als leeftijd, ziekte en et cetera zijn er per saldo in die regio maar 88 agenten feitelijk inzetbaar. En dit heeft grote gevolgen voor de aanpak van de criminaliteit en de inzetbaarheid van de politie. En zo goed als kwaad als mogelijk probeert de gemeente dit te compenseren met extra financiële inzet, bestuursrechtelijke maatregelen, een interventieteam en extra BOA's. Echter, bij serieuze criminaliteit zoals deze in de grensregio voorkomt, is het volstrekt onvoldoende. Een derde voorbeeld wat daar speelt, en deze voorbeelden kun je leggen op heel veel regio's. Het derde voorbeeld, het Zuiderland Ziekenhuis is momenteel een onderzoek aan het doen naar de toekomst, waarbij gekeken wordt naar de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard Geleen. Het ziekenhuis in Heerlen dreigt te worden afgewaardeerd tot een dagbehandelcentrum. De spoedeisende hulp, de intensive care, het geboortecentrum en het beddenhuis worden verplaatst naar de locatie in Sittard Geleen. Na het vertrek van DSM 2 jaar geleden van Heerlen naar Maastricht heeft een vertrek van het ziekenhuis grote consequenties voor het vertrouwen dat inwoners in deze regio hebben in de overheid en in de instituties. Voorzitter, regio Parkstad in Heerlen is één voorbeeld, maar tal van regio's kampen met hetzelfde. Als elke regio telt, waarom wordt er dan niets mee gedaan in Heerlen en Kerkrade, in Zutphen of in Winterswijk en andere regio's in Nederland? Regio's moeten op een langjarig partnerschap met de Rijksoverheid kunnen vertrouwen. Maar in de miljoenennota is er nog steeds geen aandacht voor de regio. Integendeel, de plannen in de regio zijn de laatste maanden zelfs afgeschaald. Waar blijft bijvoorbeeld de al door 3 ministers beloofde rondweg N35 in Mariënheem? Of aanpak van het knooppunt Azelo-Buren? Waar blijft de regio rondom Haarlemmermeer en Schiphol, die een in november 2022 door de overheid gemaakte deal voor de doortrekking van de Noord-Zuidlijn door de neus geboord zien worden? Voorzitter, dan de accijnsverhoging op de brandstof. Linkse partijen, die zich tegenwoordig ook heel graag midden willen noemen, denken dat ze zo mensen uit de auto krijgen om klimaatdoelen te halen. Weer een bewijs dat die partijen in sprookjesland leven. En hou hiermee op. Mensen hebben auto's nodig. Ondernemers hebben hun busjes nodig om te werken, om geld te verdienen voor hun gezinnen en via de BTW voor de overheid. Mensen in regio's hebben vaak geen openbaar vervoer zoals in de Randstad. Hou op met het pesten van de burgers en ondernemers. Hou op met het pesten van ondernemers in de regio's die grenzen aan Duitsland en België. Pomphouders, winkeliers. Want brandstoftoeristen gaan namelijk ook winkelen in Duitsland en België. Waarschijnlijk ook nog even lunchen of naar de bouwmarkt. En wat kost dat onze maatschappij? Hoe eerlijk is dat tegenover de ondernemers? En waarom moeten wij altijd weer duurder zijn dan ons omringende landen? Voorzitter, in de miljoenennota staat dat transitie van het landelijk gebied nodig is om in de toekomst een robuuste, duurzame en innovatieve landbouw te laten bestaan. Maar vertel dit eens tegen de vissers, wiens kotters noodgedwongen naar de sloop zijn gegaan. Vertel dit eens tegen de piekbelasters, die door de minister van LNV en de minister van Natuur en Stikstof rechtstreeks naar de uitgang worden gedirigeerd. Vertel dit eens tegen de pasmelders, die de wet volgden, hun vergunning verloren en ondanks alle beloftes al jaren nog steeds niet door kunnen. Onder leiding van dit kabinet en soms met tegensputterende, maar altijd volle steun van VVD, CDA, ChristenUnie en D66, zien duizenden boeren geen toekomst meer. En dat op basis van beleid waar elke onderbouwing voor ontbreekt. Het zogenaamde depositiebeleid, de stikstofneerslag op de Natura 2000 gebieden. Dit beleid waarbij boeren worden weggezet als degene die rechtstreeks, vaak kilometers verderop, verantwoordelijk zouden zijn voor het verdwijnen van een zeldzaam plantje of een zeldzaam diertje. En het is voor BBB al lang duidelijk dat de onderbouwing voor dit beleid aan alle kanten rammelt. Dat metingen ontbreken, dat we beleid voeren op basis van theorieën en modellen. En inmiddels valt het beleid als een kaartenhuis in elkaar. Vorige week bleek uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat piekbelasters helemaal niet bestaan. Ja, hooguit 200 à 300 meter van de boerderij. Maar dat is vaak eigen grond. En afgelopen maandag kwam er weer een onderzoek naar buiten. Een onderzoek van TNO, RIVM en de Wageningen Universiteit. En dit onderzoek is gebaseerd op metingen uit 2014 en 2015. Ongelooflijk.
TNO, RIVM en de Wageningen Universiteit wisten dus al die tijd al dat de neerslag van stikstof in Nederland fors overschat wordt. Ze wisten dat het model dat DEPAC heet niet goed werkt. En ik vraag de minister, hoe minister-president en missionair, overigens de minister-president, hoe kan dit? Hoe kunnen deze instituten zwijgen als ze weten dat het niet klopt? Is dit wetenschap op bestelling en het verzwijgen van onwelgevallige uitkomsten op bestelling? Wat is hier aan de hand? En graag een helder antwoord hierop van de demissionair minister-president. Het is tijd om te zeggen als overheid, we zaten fout. We zaten fout als kabinet. Onze adviseurs zaten fout. Wij zagen het fout. De boeren zagen het goed. Stop met het huidige depositiebeleid. Stop per direct met wijzen naar niet bestaande piekbelasters. Behandel de industrie, de vliegtuigindustrie, de scheepsvaart, de wegverkeer, de huishoudens en ook de landbouw hetzelfde. Iedereen draagt bij aan stikstof in de lucht. En iedereen moet zijn bijdrage leveren aan het verminderen daarvan als dat nodig is. En wat mij betreft betekent dit ook dat er per direct een generaal pardon voor de pasmelders en interimmers komt. Daar is inmiddels wel wetenschappelijke basis voor. En wil de demissionair minister-president dit bevestigen en aangeven wat hij nu gaat doen? Dan ga ik over naar de zorg. Mensen werken in de zorg, hebben zorg nodig of hebben een geliefde die zorg nodig heeft. Voorzitter, onze zorg heeft het zwaar. Van de gehandicaptenzorg tot de ouderenzorg, tot de ziekenhuiszorg, tot de jeugdzorg. Overal is het op zijn best code rood en op zijn slechtst code zwart. Ik noemde het net al Heerlen, maar ook in Zutphen speelt ziekenhuisleed. Kijk naar Elin Lander, die zware aanvallen heeft van epilepsie. Om die reden verhuisde het gezin een paar jaar geleden naar Zutphen. Zo zouden ze namelijk binnen 10 minuten bij de huisartsenpost kunnen zijn. Maar uitgerekend in dat ziekenhuis wordt de spoedhulp tussen 9 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends afgeschaald. Het is het verhaal van de Achterhoek. Het is ook het verhaal van het Sint-Antonius ziekenhuis in Woerden. Een spoedpost om de hoek is volgens de missionair minister Kuipers niet langer de norm. In een debat deze zomer over het sluiten van acute hulpposten kregen we te horen dat patiënten in een streekziekenhuis niet de juiste zorg krijgen. Dus ze kunnen beter een half uur langer onderweg zijn, zodat ze in een echt ziekenhuis echte professionele zorg kunnen krijgen. En wat BBB betreft blijft de zorg in het streekziekenhuis in de buurt, daar waar die nodig is. De moeder van Elin zegt op een politieke aardverschuiving te hopen tijdens de komende verkiezingen. En die is hard nodig, want alleen dan kunnen we de zorg weer terugbrengen naar waar die hoort. En dat is dicht bij de mensen. Durf daarin te investeren, roep ik dit kabinet op, demissionair kabinet. Minder kosten, minder geld. Al dat beleid, zoals het Integraal Zorgakkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, heeft als doel vermindering van kosten en indammen van geldstromen. Terwijl het doel natuurlijk altijd moet zijn goede zorg voor elke burger. Als we blijven denken met cijfertjes en bezuinigingen als doel, blijven we dezelfde fouten maken als de afgelopen 10 jaar. En natuurlijk vindt BBB kosten ook belangrijk. Maar zorg gaat eerst over mensen. Zoals bij ons voorstel om tandartszorg weer onderdeel te maken van de basisverzekering. Net als verruiming bij fysiotherapie. Goede mondzorg en meer fysio kosten maar 500 miljoen. En als het maar 0,4% bespaart op de zorgkosten, dan kan dat al uit. Om nog niet te spreken over meer arbeidsdeelname, minder mantelzorg, minder ondervoeding, meer welzijn, meer onder de mensen durven te zijn, omdat je je niet hoeft te schamen voor je gebit. Waarom zijn we zo blind voor de neveneffecten van die pogingen tot bezuinigen? Neem het sluiten van het verzorgingstehuis. Dat leidt tot sociale problematiek, tot verwaarlozing, tot hogere aantallen spoedopnames. Dus via de achterdeur komt de besparing keihard terug in de vorm van meer kosten. En laten we daar ook eens oog voor krijgen. In het Engels hebben ze een mooie uitdrukking voor. Pennywise, pound foolish. Een dubbeltje besparen en straks een kwartje betalen. Verzorgingshuizen sluiten levert geld op, maar het kost nog meer. Ik noemde minimaal 700 miljoen per jaar aan onnodige ziekenhuisopnames voor ouderen. Daar komen de kosten voor de thuiszorg, extra ondersteuning bij eenzaamheid, het verbouwen van de woning en vele andere kosten nog bij. Maar deze meerkosten zien we niet terug in de CPB-berekeningen. En dat is het grote probleem aan het spreadsheet denken en de protocollen terreur die onze politiek beheersen. Mensen houden op met hun boerenverstand gebruiken. Ieder weldenkend mens, iedere cliënt of medewerker in een verzorgingshuis ziet meteen waarom het sluiten dom en duur was. En natuurlijk, het vraagt moed om die bezuinigingen terug te draaien, om je ongelijk toe te geven, om te investeren. Ook als je dat niet meteen in het CPB-plaatje terugziet als plusjes bij de koopkracht.
Voorzitter, ook onderwijs, en dan sluit ik af, staat niet hoog op de campagnelijstjes. Maar het maakt zoveel verschil. Hoe wij onze huidige generatie onderwijzen is bepalend voor hoe ons land over 50 jaar bijstaat. Wij maken ons grote zorgen. Hoe groot is de kans dat over een halve eeuw veel Nederlanders niet kunnen lezen en schrijven of Nederlands spreken? Als de basisvaardigheden nog verder kelderen, is die kans groot. En hoe kunnen we onze onderwijzers vragen om nog meer taken op zich te nemen als fundamentele doelen van lezen en schrijven en rekenen al onhaalbaar worden? Scholen hebben een maatschappelijke opdracht, maar het houdt een keer op. BBB wil het volle gewicht, en dat is heel erg veel, leggen op de basisvaardigheden. Voorzitter, de tijd is te kort om alles te noemen. Ik wil afsluiten met mijn boodschap aan het kabinet en de partijen aan deze Kamer is: durf te investeren om ervoor te zorgen dat er op langere termijn welvaart en welzijn is. Niet schrappen, maar lappen. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas, interruptie van mevrouw Bikker, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel en dank aan mevrouw Van der Plas voor haar betoog. Haar opkomen voor de regio. En op één punt miste ik daar wat. En dat kan ook gezien de spreektijd natuurlijk het geval zijn. Dus ik dacht, laat ik haar daar gewoon eerst eens rustig op bevragen. En dat ziet op zorgzame gemeenschappen. Ik lees daar veel over in het BBB-programma. Ook veel waarvan ik denk, daar zouden we elkaar best kunnen vinden. Maar ten aanzien van de volkshuisvesting keek ik toch wat verwonderd naar de paragraaf van BBB. En ik dacht, nou weet je, we hebben net voor de zomer hier een wet gehad, die ging over het toewijzen van woningen, juist ook in de regio, juist ook in het dorp waar je woont. Als jij daar sociaal wil huren, dat je die woning voor jou kan toe worden gewezen, dus dat je daar kan blijven wonen. En daar was BBB tegen. Dus ik dacht, laat ik eerst maar eens vragen van hoe ziet u dat precies? Mevrouw Van der Plas. Kijk, daar zijn we toen volgens mij ook duidelijk in geweest. Wij willen geen voorkeursbeleid. Want kijk, iedereen in een regio moet natuurlijk gewoon een woning kunnen krijgen. En ik snap het punt wel, hè, de eigen verpleger en de eigen juffrouw. En dat klinkt allemaal mooi. Maar je gaat ook mensen daarop uitsluiten. En als je in een gemeente wil dat je eigen bewoners daar kunnen blijven wonen, moet het inderdaad betaalbaar zijn. Dat snap ik. Hè, Friesland maakt zich bijvoorbeeld erg zorgen over de aanleg van de Lelylijn, dat heel Amsterdam daar zijn huis voor 1 miljoen verkoopt en daar een huis gaat kopen voor 3 ton. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dat laatste, daar kunnen we het een keer over hebben. Maar jongeren in Staphorst willen heel graag in Staphorst wonen. Ja. En dan helpt zo'n wet om die sociale huur ook aan hen toe te wijzen. En anders wordt het onbetaalbaar. Nou, oh, sorry, ik dacht dat ik klaar was. Nou ja, nee, want dus, ik vind eerlijk gezegd, ik heb het antwoord nog niet gehoord, maar ik hoor het zo graag. Hetzelfde geldt nu als ik kijk naar de middenhuur. Ik bedoel, dit is hem dan misschien niet. U bent voor meer vrijheid. Nou, dat mag. Dat is een vrij land. De middenhuur is juist ook de plek waar jongeren en starters wel een woning kunnen huren als ze het kunnen betalen. Ja. BBB stelt voor, laten we het maar even wachten met het reguleren van de middenhuur. Wat betekent, voorzitter, dat als je de huur opgezegd krijgt, dat een verhuurder de volgende week honderden euro's meer kan vragen voor een bezemkast? Dat is dat is wel het gevolg wat kan, voorzitter, als je dit niet wil reguleren. Dus ik ben toch wel benieuwd hoe BBB aan de ene kant dat prachtige verhaal van zorgzame gemeenschappen, ook juist dat starters en jongeren in de regio kunnen wonen, nou rijmt met voorstellen waarvan ik denk, hey, voor een pandjesbaas heel mooi, voor de regio net wat minder. Ja, nou, mevrouw Bikker die noemt Staphorst. Er zullen best wel wat eigenaren zijn van wat panden. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met bijvoorbeeld Amsterdam of grote steden. Zeker willen jongeren in Staphorst in hun buurt blijven wonen. Maar dat heeft niet alleen met woonruimte te maken. Dat heeft met voorzieningen te maken. Als er in Staphorst niks meer is en ze kunnen niet eens normaal met openbaar vervoer bijvoorbeeld in Zwolle komen en de hele tijd moeten reizen, dan gaan ze in Zwolle wonen. Dan gaan ze daar misschien in een bezemkast wonen. Ja, mevrouw Bik kan nee schudden. Maar dat haakt allemaal in elkaar. Het is niet één ding waar daarvoor zorgt. Wij zijn ook voor, in het verkiezingsprogramma staat ook, dat wij er ook voor zijn om meer flexwoningen te bouwen of kangeroewoningen. Staphorst is een uitstekend voorbeeld voor een gemeente waar bijvoorbeeld je op het erf, hè, daar hebben mensen toch wat vaker wat grotere tuinen en misschien nog wat weilanden en veel boerderijen. Dat daar juist mensen kunnen blijven wonen. Dat je als ouder kan zeggen, ik zet een kangeroewoning of een eigen huisje op ons eigen erf. En daar kunnen mijn kinderen, daar kan mijn zoon blijven wonen met zijn vrouw of met zijn vriendin. Ik weet niet of dat in Staphorst helemaal mag, maar u weet wat ik bedoel. Ja. Dus daar zijn wij ook voor, om op die manier meer woonruimte te creëren. Dank. Het feit dat er te weinig woningen zijn waardoor mensen in hun eigen gebieden kunnen blijven wonen, is omdat er ook niet slim wordt nagedacht over woningbouw.
Mevrouw Bikker, tot slot. Ja, voorzitter. Mevrouw van der Plas geeft een hele hoop tekst terug, maar het is geen antwoord op de vraag die ik stel. Ja, de ChristenUnie heeft vandaag voorgesteld om dat regionale OV om dat te versterken. Daar staan we voor. Maar ik leg hier heel concreet neer, als het gaat om sociale huur, dus mensen met een kleinere portemonnee die graag willen wonen in het dorp waar zij geworteld zijn, wat BBB daar concreet aan doet. Als ik het programma lees, dan denk ik, hier heeft een pandjesbaas zitten schrijven. Als ik mevrouw van der Plas hoor, dan denk ik, nou, ze wil echt wel werk ervan maken. Maar vervolgens komt ze met allemaal oplossingen die je kan betalen met de dikke portemonnee. Ja. Want een huisje op het erf bij je ouders, dan moeten je ouders daar het geld voor hebben. Daar heb je alweer het voorbeeld te pakken. Dus eerlijk gezegd, ik ken u zo als een betrokken vrouw die juist wil staan voor die gemeenschappen. Mijn oproep zou zijn, kijk nog een keer goed naar deze paragraaf, want dit helpt de regio niet en dit helpt die jonge starter echt niet. Nou, ja, goed. Ik denk dat dat wel meevalt. Wij willen voorkomen dat je alles in wet en regelgeving gaat doen. Dat er ook voor gaat zorgen dat investeerders bijvoorbeeld niet meer willen bouwen of niet meer kunnen bouwen. Dat bouwers ook zeggen, ja, weet je, ik zag vandaag een kop in de krant, we kunnen geen villa bouwen voor de prijs van een caravan. Dat zorgt er ook voor dat investeerders misschien ook zeggen van, ja, ik ga hier geen woningen bouwen. Dit kan voor ons ook niet uit. En dat is de reden. En hier alles moet hier in wet en regelgeving komen. Alles moet hier gereguleerd worden. En het is niet nodig met een beetje gezond verstand. Heer Eerdmans, via 21. Ja, voorzitter, dankjewel. Ik las van de week, en corrigeer me als het niet juist is, dat de fractie BBB Brabant vragen heeft gesteld over het organiseren van autoloze zondagen. Ah, daar komt-ie. In Brabant. Dat is goed. En dat was om, ik geloof, de onderlinge saamhorigheid te bevorderen en mensen bij elkaar te brengen. Is dit het standpunt van BBB? Is het BBB voor autoloze zondagen? Mevrouw van der Plas. Ja, ik had al gehoord dat deze zou komen. Maar dat gaat al wel rond van, oh, daar gaan ze een punt van maken. En dat is natuurlijk hartstikke leuke, platte retoriek. Is het standpunt van mensen. Laat ik één ding zeggen. De fracties staan los van de landelijke partijen. Fracties kunnen in een provincie een voorstel doen. Waarvan ze zeggen, voor de provincie is dit misschien een goed voorstel. Dat bericht is helemaal uit zijn verband getrokken. Alsof de BBB voor autoloze zondagen zou zijn. À la 1973. Nee, het voorstel wat daar is gedaan is om te kijken voor de saamhorigheid in steden, in wijken, in dorpen. Om te kijken of je daar in verschillende gemeenten, dus niet in alle gemeenten, maar dat je de ene zondag keer in die gemeente een autoloze zondag hebt en dan allerlei activiteiten gaat organiseren. Dat mensen gewoon bij elkaar komen. Dat ze niet allemaal in de auto naar de bouwmarkt of de IKEA of waar naartoe gaan, maar dat ze gewoon samenkomen in het dorp of samenkomen in de stad. Het is juist bedoeld voor die saamhorigheid. De heer Eerdmans. Nee, dat las ik voor. En het is precies de bedoeling, omdat ik zie die vragen. Denk van, ja, hoe zit het dan landelijk met BBB? Ik snap heel goed dat provincies best wel eens wat kunnen bedenken waar landelijk anders over wordt gedacht. Maar mijn vraag is dus, in hoeverre steunt BBB mevrouw van der Plas dit? En dan ben ik wel benieuwd naar, leuk, maar mensen moeten wel een alternatief hebben. Hè? Als je dus niet met de auto kan, ook al is het heel gezellig. En gaan we met elkaar leuke dingen doen. Er moet wel naartoe gekomen. Mensen moeten wel naar die bouwmarkt kunnen. En ja. Dus vindt u het eigenlijk niet, mevrouw van Plas, een klein beetje betuttelend om dat nu zo af te dwingen dan van we vinden het gezellig en we gaan het organiseren. De mensen moeten het ook kunnen en de mensen moeten het ook willen. Zeker. Mevrouw van der Plas. Zeker. We gaan natuurlijk iemand die naar zijn zieke moeder moet en geen tijd heeft om lekker te, weet ik veel, mega ganzenborden op het plaatselijke dorpsplein. Natuurlijk moet hij met de auto daar naartoe kunnen. Het is ook helemaal geen dwingende maatregel. Het is een voorstel, het zijn vragen van, ook een soort van, hoe kunnen we kijken of dat kan bijdragen aan de saamhorigheid in wijken, in steden, in dorpen. En het is een beetje neergezet alsof wij landelijk verplichte autoloze zondagen willen hebben om de klimaatdoelen te halen. Nee, maar dat heeft u niet gezegd, heer Eerdmans, de voorzitter, maar die verhalen krijgen wij ook al. Terwijl ik ben voor dingen organiseren, dat zit ook in het naberschap verhaal van ons. Ik ben ervoor dat mensen gewoon weer tot elkaar komen, dat ze elkaar weer kunnen zien, dat ze elkaar weer kunnen spreken. Nou, dan zou het best mooi zijn als je bijvoorbeeld een binnenstad of een dorpsplein en daaromheen, dat je dan zou zeggen van, weet je, daar gaan we geen auto's toelaten. Tot slot, dat is op zich helemaal geen slecht idee. Maar dat is natuurlijk altijd, wil ik nog even toevoegen, dat is natuurlijk altijd aan een gemeente of een provincie zelf, hè? Het is geen wettelijke maatregel die we opleggen.
Tot slot, heer Edmans. Ja. We constateren dat de heer Baudet onderweg naar de maan is. We zijn nu blij dat de heer Joop den Uyl niet terug op aarde is in dit geval. Want het gaat dus inderdaad niet om een autoloze zondag, om het klimaat. Dat hadden wij ook wel in de gaten. Maar het lijkt toch een beetje een aanleiding om mensen te gaan dwingen om andere vervoersalternatieven te zoeken. Die er soms helemaal niet zijn, gelet op het gebadje wat we hiervoor hebben gezien tussen u en mevrouw Becker. Dus dank voor het antwoord. Ik denk dat het iets genuseerd kan worden ten opzichte van de vraag van de BBB-fractie Brabant. Zeker. Het is geen 1973. Het is 2023, gelukkig. Dank u wel. En dank dat ik al nog mocht spreken voor de dinerpauze. Dat betekent wel dat we extra trek nu misschien een beetje hebben. Ik stel voor dat we schorsen tot 9:05. En dan